allemaal, welkom bij deze vakantievlog. Ik ben hier in Duitsland, in Schiltach, als ik het goed uitspreek. En we hebben hier deze nacht geslapen. Gisteren hebben we eigenlijk een hele dag gereden met de auto en hebben we niet echt iets speciaals gedaan. Maar vandaag gaan we op verkenning en ik ga jullie meenemen. Maar ik wil jullie wel nog eventjes het uitzicht laten zien van onze hotelkamer. Dat is wel heel mooi. Dit is het uitzicht van de hotelkamer. Echt super mooi. Het is echt een heel tof dorpje met ja, zo authentieke huisjes. Het is wel de moeite waard. Dit huisje is super cute. De luikjes hebben hartjes. We zijn hier in Schiltach een beetje aan het rondwandelen. Het is echt een super mooi dorpje. Heel leuk om eens in rond te wandelen. Maar niet zo heel veel te zien. Dus je kunt hier zeker een halve dag of een dag doorbrengen. Maar voor meer is een beetje ja, is er te weinig te beleven. Maar wel tof om te bezoeken. De volgende stop is in Linda en dit gebouw vind ik wel de moeite waard. Vandaag zijn we in Linda en hier achter mij zie je eigenlijk waarom. Er is een vuurtoren en we zijn heel dicht bij de grens met Oostenrijk. Achter mij zie je de bergen. Heel mooi dorpje. En hier overnachten we één nachtje. We hebben hier vandaag al een beetje rondgelopen in het centrum. En nu zijn we hier een beetje aan het kijken naar het uitzicht. We hebben ons hier gezet om iets te drinken. En we hebben echt een super mooi uitzicht. Echt een aanrader. We zijn hier iets aan het drinken en we zien hier een toren en er hangt zo een staart uit. En dat is de toren waar Rapunzel zijn. Wat denken jullie? We gaan zo met een bootje varen. Ik heb er echt veel zin in. Ondertussen zijn we aangekomen op de volgende bestemming en we hebben een super mooi uitzicht. En ergens zie je ook het kasteel, maar het staat een beetje verstopt achter de bomen. Maar normaal. Ah, wacht daar. Ik denk dat je het daar kan zien. Daar ergens in het kasteel. Gewandeld en ja, we hebben helaas geen tickets voor het kasteel kunnen vermachtigen. Ze zijn allemaal uitverkocht tot eind augustus, maar we gaan hier gewoon een beetje rondwandelen. We zijn nu in het centrum van Vuren. En nu zijn we in Stuttgart en gaan we het Mercedes Museum bezoeken. Mijn vriend wil dat heel graag doen. En de volgende stop is Kochen. Het zijn de laatste dagen van de vakantie. We zijn nu in de Moezelstreek. We zijn in Kochen, een heel leuk dorpje. En ja, het zijn echt de laatste twee dagen hier voordat we terug naar huis gaan. Ik weet eigenlijk niet of ik heel veel gefilmd heb.
Ik heb naar mijn gevoel niet zoveel gefilmd, maar het was echt wel een heel leuke vakantie al. En vandaag gaan we hier het dorpje, daar dus, gaan we dat gaan verkennen. En ik ga jullie meenemen. Maar ik ga me eerst een beetje klaarmaken. Make-up doen, mijn haar afixen. En dan gaan we het dorpje gaan verkennen. Ik ben me aan het klaarmaken en ik heb net mijn foundation concealer gedaan. En ik was aan het denken en ik dacht, dat heb ik nog niet verteld op camera. Het is mijn eerste roadtrip en voor mijn vriend ook. En ik moet zeggen dat het eigenlijk wel af en toe zwaar is. Zeker als je maar één nacht verblijft op een bepaalde locatie. Kan het soms een beetje veel zijn. Dus dat is zeker iets dat ik ga meenemen voor de volgende keer dat we zoiets doen. Als we het doen, dat we maar bijvoorbeeld 3 stops doen over 7 dagen. Omdat anders echt wel zwaar kan zijn om steeds elke keer koffer in, koffer uit te moeten pakken. En dat je toch minstens 2 nachten in een hotel moet blijven om het een beetje op je gemak te voelen en op je gemak te zijn. En de strik die we uitgekozen hebben, die is trouwens bekend voor de wijn. We hebben gisteren al wat wijntjes geproefd hier in het hotel en ook in de stad van Kochem. En vandaag gaan we eens kijken of we misschien ergens een wijntasting kunnen doen. Het is natuurlijk te zien met corona of dat mogelijk is of niet, maar dat zijn opties die we aan het bekijken zijn. Maar nu ga ik me verder klaarmaken, afpoederen, blush, bronzer, mascara, die dingen. We gaan zo naar het kasteel wandelen. We zijn bovenaan de burcht geraakt. En hier zijn allemaal wijngaarden. En daar is het water.